Prinsen en ex-Prinses van België. We staan met een aantal amateurs naar in de jury. Er zijn er ook een aantal aanwezig. Ik ga het woord geven. Ja. Marino, het spijt, maar het spijt me, maar het altijd de eerste in de rij. Dus ik ga nu eerst het woord geven naar even de micro door, zodat iedereen zich kan voorstellen. Goedemiddag iedereen. Is everybody happy? Ik ga me even voorstellen, ik ben de nationale jeugdprins geweest van het jaar 1987, Marino de Eerste. Dank u. Goedemiddag allemaal, ik ben Amelia de Eerste van 1989. Dank u wel allemaal voor het komen. Goedemiddag iedereen, ik ben Joyce de Eerste van 2010. En ook goedemiddag. Goedemiddag, ik ben de Nationale Jeugdprinses van België 2013, Sarah. Goedemiddag iedereen, ik ben Jonas, ik ben Nationale Jeugdprinses van België van 2016. En ik heb ook nog dames met die mogen ook aan de zus Patsy en Sanja. Goedemiddag allemaal, ik ben Jeugdprins van 2020, Sander de Eerste. Goedemiddag allemaal, ik ben Nationale Jeugdprinses van België 2019, Bianca de Eerste. Ik ben Daisy, ik ben jeugdprinses van 2020. Goedemiddag allemaal, ik ben Alex Jeugdprins van België 2008 voor Resident Evil. Dank u wel. Dames en heren, echter mij dat jullie de jury van deze namiddag voor te stellen. De jury bestaat uit twee personen per carnavalvierende provincie, maar we hebben twee mensen die spijt hebben uit de provincie Luik komen die ziek zijn, die er niet bij zijn. Dus wij hebben vandaag 10 juryleden uit de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Ik zou jullie graag deze 10 mensen met stemrecht willen voorstellen. En ik zou jullie vragen, als jullie een stapje naar voren willen doen, als ik jullie de naam afroep. We hebben voor de provincie Vlaams-Brabant, Matens, Lucia, Leuk van de Orde van de Pieterman, Hof van Vlaams-Brabant. Dan hebben we Bjarne Teliers, jeugdprins van België 2019, Bjarne de Eerste. We hebben Daisy Sergeant, jeugdprinses van België 2002, Daisy de Eerste. De Zwerke Elise, jeugdprinses van de provincie Antwerpen 2023. Luike Robin, prins van Limburg 2024. Robin de Eerste. Straven Lara, prinses van Limburg 2024. Lara de Eerste. Bernhard Speter van de provincie West-Vlaanderen, carnavalraad Staden. Eveneens van de provincie West-Vlaanderen, Rafael Schepers, prins van West-Vlaanderen, CRPV 2024, Rafael de Eerste. Dan hebben we de provincie Oost-Vlaanderen, Bart Vreda, jeugdprinses van België 2014. En Ron Lorenzo, jeugdprins van België 2011, Lorenzo de Eerste. Dat zijn de 10 juryleden met stemrecht, waar dus door de getuigen van de kandidaten een akkoord werd voorgegeven. Dan hebben we nog een aantal mensen die zetelen in de jury zonder stemrecht. Dat zijn de controleurs, controleur KCM Piro Dink en controleur ATKB Rita Uzek. We hebben dan de secretarissen van de jury, Katrien Melkebeek, eerste-secretaris van de NKCN en lid van de Orde van Keizerzorg. En de voorzitter van de jury is Christian Marijn, prins van België 2006 en lid van de Orde van Regenweer Assen. Dan hebben we nog de twee getuigen. We hebben de getuigen voor kandidaat nummer 1. Vandaar zeg ik jullie al, kandidaat nummer 1 is Kiana en de getuige van Kiana is Rita de Koster.
En kandidaat nummer 2, Sanne, daar is Bart Wassenaar met een stukje buigen voor. Dat is de voorstelling van de jury. En de mensen die hier allemaal op het podium staan, ik wens jullie allemaal hartelijk te danken voor jullie aanwezigheid hier deze namiddag. Het wordt een strijd. Het wordt een strijd, want het is vele jaren geleden dat er nog 2 vrouwelijke kandidaten die in elkaar zijn opgekomen. Wij hebben spijtig genoeg geen jongen. Een oproep aan de jongens, want durven ze niet? Dus dat de meisjes dan toch het sterke geslacht. Heel erg bedankt dat jullie vandaag bij me zijn en ik wens de 2 kandidaten, Sanne en Kiana, Kiana en Sanne, heel veel succes toe. Ik sta hier vandaag voor de 37e keer, want Wegenmeer organiseert deze verkiezing reeds 37 jaar, zonder de coronajaren uiteraard. En voor Wegenmeer heeft de orde van Carolientje uit Gent deze verkiezingen ook 7 maal georganiseerd. Dus het is vandaag de 44e verkiezing van het Jeugdhuisse Paard van België. Tof dat jullie er allemaal bij zijn. Maar we gaan elkaar zeker nog straks zien. Dus in ieder geval een dikke merci. Ik zou u nu graag tot bij mij of tot bij ons hier op het podium willen vragen de 2 kandidaten van deze namiddag. Onder uw applaus een intrede voor Kiana en Sanne. Thank you.
spannend over de traantje dat van terug kunnen zijn. Heel lang van, je hebt dat prachtig gedaan, weet je. We hebben nu overal gezien, van de kust tot in de Limburg en van Antwerpen tot in Vlaams-Brabant. Proficiat, tegen afgelopen jaar, maar ik ga u nog even de micro geven. De laatste woord is als regerende jeugdproces van de Limburg. Goedenavond iedereen, ik ben hier samen met mijn hoofdnaam Wendy. Ik heb echt een prachtig jaar gehad, of dat we zeggen met Vlaanderen, een beide jaar. En ik ben er dankbaar voor dat ik dat met de mensen, mijn familie heb. Maar mijn tijd is nu gekomen en ik zeg hier met vierheid en trots dat ik dit mag doorgeven aan iemand anders. Voor de rest zou ik nog zeggen, de kandidaten, veel succes. En hiermee sluit ik af met een drievoudige alaaf, alaaf, alaaf. Joris, Wendy, we beginnen echt wel de namen, het einde, namens alle carnavalisten, van de Bertuig, heb je best gedaan met een vooral papa en mama. Die met u het land hebben doorkruist. Mama, papa, proficiat, dat het is vooral papa de chauffeur was, maar het was tof. Ik had prachtig gedaan. Maar we gaan wel starten. Mag ik vragen aan Bjarne op het kroontje van het hoofd van Joris Kreeuw, alsjeblieft. Ambassadeurs
van de jeugd van België. Er zijn geen jeugdmensen geweest, maar om een of andere reden worden zij ambassadeur. En ik zou u graag vandaag bij mij op het podium willen vragen, Siebe. Siebe, ongelukkig wel. En daar gaan jullie zeggen wel. Toen hij kandidaat werd, was dat nog niet het geval. Maar dan heeft hij daar iemand anders roet in het eten gegooid, namelijk de corona. Siebe was namelijk kandidaat voor Jeugdprins van België 2021. Die virus heeft er ander over beslist en Siebe dacht, als het dan voorbij was, dan nu ben ik toch al een beetje oud om Jeugdprins van België te worden. En samen met uw pa, die wist ervan, maar jij nog niet, hebben we dus dat overlegd van we gaan Siebe de eerste ambassadeur van de jeugd maken. En dat gebeurt vandaag. Proficiat. En ons passie naar u dat schouderstuk omhangen. Ik hoop dat je daar met veel fierheid gaat vragen. En ik wil jullie nogmaals danken voor de inzet van toen. Die spijtig genoeg tot niks geleid heeft, maar toch een dikke kwestie. Proficiat. Ja. En ook nu bij het. En ik dacht dat er nog iemand. Door het zo geld, nog een hoortje. James. Ik heb vorige week met mijn mama eens de kop gestoken. Dus ik zou graag hebben dat de taak van de stad naar boven is. Het is niet alleen een cadeau voor mij, maar het spreekt uit alle eindsleutels, prinsen en prinsessen. Dank u wel en tot straks. Graag een afspraak.